mensen, Lorenzo Games hier zo met vandaag Minecraft Redstone Wereld Part 2 van de scoreboard. Ja, ik heb best veel al gedaan zonder te recorden. Dat komt omdat het recorden niet echt goed werkte, maar dat maakt er niet uit, want ik kan sowieso nu al gelijk aan jullie laten zien hoe het werkt. Allereerst heb ik even repeaters hiervoor gezet, hiervoor. Als je precies hetzelfde design van dit hebt gedaan als ik, moet je er even op letten dat je bij deze lijn de repeater niet je tegenaan zet. Want anders gaat de power gaat anders in deze blok, en dan gaat het automatisch in deze redstone, waardoor dit dus ook aangaat. En dat is niet de bedoeling. Oké, dus wat wij nu gaan doen is, we gaan nummer 4 maken. Hoe de fuck moet je dat doen? Zullen jullie misschien wel denken. Nou, dat is niet zo moeilijk. Je moet gewoon even de 4 in je hoofd denken. Dus, wat is een 4? Huh? Ja, zeg dan. Nou. Een 4, dat is 1, 2, 3, 4. Dus zo maak je het gewoon. Dus we gaan eerst even deze. Helemaal volgen. Helemaal deze lijn volgen. En dan zet je dit. Dus we zien dat deze gelijk al geactiveerd wordt. Ja? En dan heb je die nodig, die en die. Nou, laten we eventjes met deze beginnen. En de middelste. Nou, ik weet niet waar de middelste is, maar... Oh ja, dat is daar. Oké. Dus dat is die. En die, als het goed is. Laten we even checken. Ja. Oké. Daar hebben we die nodig. Deze lijn. En dan ga je volgen. En dan ga je eventjes time set en dan 14.000. Want dan weet je hoe het eruit ziet beter. Nou, 4. Nummer 4 hebben we. Zo moeilijk is het dus niet. Je moet gewoon echt de redstone torches goed neerzetten. Nou, wat belangrijk is, als jij dat hebt gedaan helemaal. Nou, dan moet je natuurlijk even dit doen. Zo. Wat heel erg belangrijk is, wanneer je dit doet. Altijd een repeater hier zo neerzetten. Waarom? Waarom denken jullie? Omdat anders power niet genoeg is om helemaal daar te komen. Dus vandaar. Dus we gaan nu even zo'n lijn maken. Zo. Hier ook. En een inverter. Nou, what the fuck is een inverter? Heb ik al een keer uitgelegd bij de eerste video al, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Een inverter is gewoon wat het redstone signaal... Laat me zeggen, reversed. Ja, omkeert eigenlijk in het Nederlands. Dus vandaar. En wanneer je een cijfer gaat maken, moet je altijd even... Laat me zeggen dat deze lijn uitstaat, ja? Dat is het belangrijkste. Nou, gaan we gelijk even nummer 5 maken. Nummer 5, hoe moet dat? Nou. Dan ga je kijken. Nummer 5 is die... Oh, sorry. Ik kan kut zeggen, maar dat mag niet. Die. En die. Dan heb je 5. Dus laten we eventjes met deze twee beginnen. Ja, die zitten bij elkaar. Dus dat is mooi. Zo en zo. Dan heb je al een deel van de 5. En dan heb je die en die nodig. Dus dat is dat. Oké. Nou, dat zijn de twee naast de laatste. Zo. En dan heb je onderste nodig en dat is gewoon helemaal deze zijkant. Daar heb je een 5. Ik kan het wel even laten zien. Kijk eens aan. Een 5. Nou, zo moeilijk is dat niet. Echt waar, het is zo makkelijk. Wanneer je weet waar je die dingen moet zetten. Dus je moet elke keer gewoon een lijn volgen waar... Ja, waar je eigenlijk gewoon die shit wil hebben. Van welk cijfer je wil. Nou, dan gaan we weer even repeaters neerzetten. Ik weet niet hoe lang deze aflevering duurt. Maar... Ja. Ja, dat is dus gewoon... Ik weet gewoon niet hoe lang deze aflevering duurt. Dus sorry daarvoor als jij dat even wil weten. Je hebt haast of zo. Het zal wel niet zo lang duren, denk ik. Want ik ga gewoon echt puur alleen dit maken. En dan is de part alweer voorbij. Het is een saaie part. Maar het is gewoon puur om jullie even te laten zien hoe jij die cijfers eigenlijk moet maken. Dus vandaar. Nou, gaan we weer even dit doen. Zo. Dus geïnverteerd. Dat is mooi. Nou. Nummertje 6. Oh.
toch? Kijken, ja, nummer 6. Zo, even een sign. Een sign is puur om het makkelijker te maken. Dus even dat jullie het weten. Even kijken, een 6. Nou, hoe maak je een 6? Nou, dan doe je die en die en die. Ja, dat is een 6. Dus gewoon een rechthoek eigenlijk, gewoon dit. Dus dat boeit eigenlijk niet, maar oké. Okay. Dus ga je deze, die loopt helemaal, oké. Okay. Nou, dat is mooi, is makkelijker. Zo, en zo. Nou, dan heb je twee dingetjes al, en dan moet je die hebben. En dan heb je de onderste nodig, en de onderste die loopt. Even kijken, zo. Oké. Okay. Dat is dit. Nou, dan moet je nog een deel hebben. Als het goed is, zijn dat die twee. Oh, deze twee, sorry. Nou, die zit gelukkig naast elkaar, dus dat is mooi. Die en die. Nou. Twee overslaan. Gaan we een 7 maken. Een 7. Zo. Weer eventjes activaten natuurlijk. Waar je wel eventjes op moet letten, dat is puur eventjes voor zekerheid, dat je niet geen fouten gaat maken of je denkt dat je fouten maakt. Dat je altijd even, als je het hebt geactiveerd, dat je daarna wel even weer deactiveert. Want anders krijg je gewoon een instant number en dat is een 8. Dus dat is natuurlijk niet zo super handig. Zo, zo. En dan deze redstone hier. Redstone tortsoi. En dan hier ook redstone. Zet je hier gewoon een blok voor de sier. Oh, ik dacht dat ik die had geplaatst. Ik zag hem niet. Sorry. Oké. Okay. Dus dit is een 7. Nou, een 7 is niet zo super moeilijk. Sorry als jullie me even slecht hoorden. Oké. Okay. Een 7. Nou, dat is gewoon die en die. Het ziet er raar uit. Ik weet het, maar het is echt zo. Dus ja, dan gaan we weer deze twee naast elkaar. En nu kunnen jullie het eigenlijk al raden dat een 8 gewoon super makkelijk is. Een 8. Zo. Want een 8. Raad het maar wat een 8 is. Dan moet je gewoon overal toortjes zetten. Bij elke redstone line. Nou, even een 8 sign. Zo. Nou, dan hoef je niet eens te checken. Want wat je gewoon moet doen is natuurlijk even die repeaters en shit. Dat je redstone, als er werken die redstone dingetjes niet, die torches gedoe. Oké, dus het gaat hier en hier. Want een 8 is natuurlijk altijd in digitale tijd is het altijd gewoon helemaal. Dus vandaar dat ik dit gewoon nu heb. Ja, dit is goed. Even natuurlijk nog het redstone erop zetten, lijkt me nog handig. Natuurlijk inverten met een redstone torch. Zo. Oké. Okay. Nou, een 9. En dan zijn wij klaar eigenlijk. Het gaat snel, hè? Dus het zal niet zo'n super lange aflevering zijn. Zo. Zo, zo. En dan een 9. Ja, de 0 die heb ik vooraan al gemaakt. Dat is puur omdat het dan makkelijker is om te... om te gaan wiren eigenlijk. Dus vandaar. Zo. Moet je hier natuurlijk ook nog even redstone onder zetten. Dat moet je niet vergeten. En dan ga je weer hetzelfde herhalen als wat je daarvoor hebt gedaan. Zo, 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 zo. Hier hoef je het nu niet meer achter te doen. Want we zijn klaar. Nou, een 9. Hoe maak je dat? Laat me handig als ik hier even redstone zet natuurlijk. Een 9. Even kijken. Nou, dat is dus die. Dus je gaat even die twee makkelijkste, die zitten toch naast elkaar. Helemaal volgen. Helemaal. Zo. Nou, dan heb je dat deel. En dan moet je deze. En die, dan moet ik... kijken. Ja, die gaat hierheen. Volgens mij die. Weet niet zeker. Kijken.
Ja, kan ook. Nee, het is niet goed. Sorry. Dus deze moet gewoon echt geactiveerd blijven. En dan weet je gelijk dat deze twee wel moeten. Oké. Okay. Dus mensen, dit is een 9. Bedankt voor het kijken allemaal. De volgende keer gaan wij... gewoon zo'n muur maken met al die levers en shit. Dat is een hele heel erg saaie part. Dus we hebben 3 parts in totaal. En ja, het opmaken van net zoals ik daar heb gedaan. Dat gaan wij niet doen. Dat moet je lekker zelf doen. En dus bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Dit was Les Games met de Redstone wereld. Gewoon dezelfde aflevering. Daar houden we het op. Maar dan een andere part. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dit was Les Games met Minecraft Redstone wereld. Part 2. Laters.